Nou. Hier, met consumptiebonnen. Ja. Dames en heren, van harte welkom op ons 20-jarig jubileum. Ik hoop dat jullie al wel voldoende kaarsjes hebben opgestoken om het vandaag droog te houden. Tot toch toe is het gelukt, dus ik hoop dat het tot 4 uur zo blijft. Dan zijn we daar heel erg blij mee. Onze hoofddoelstelling vandaag is om de HVW te presenteren. Ook om ervoor te zorgen dat ons ledenaantal op peil blijft. Dus wij proberen natuurlijk leden te werven vandaag. We zijn al goed op weg. Onze streven is er zeker 100 nieuwe leden bij. Daar is vandaag op ingestoken. We hebben een geweldige jubileumcommissie die dit allemaal georganiseerd heeft. We zijn ze maanden mee bezig geweest. Maar het staat, en ik heb de indruk dat het staat als een huis. De Kamercommissie, u weet, alle leden krijgen vandaag gratis de Kamer. Ik heb hem even mogen inzien, hij ziet er prachtig uit, zeer de moeite waard. Dus de aanwezigen hier die nog geen lid zijn, ik zou zeggen, schrijf je snel in, want dan krijg je de Kamer gratis mee. De ambiance, de omgeving hier. Wij hadden ons geen betere plek kunnen bedenken als historische vereniging. Hier in dit fantastische monument midden in het dorp. Dus wij hopen dat deze hele ambiance bijdraagt aan een hele succesvolle dag. En ik wens jullie allemaal heel veel plezier en ook heel veel leermomenten. Want ook dat kunt u vandaag opdoen. En ik geef nu graag het woord aan onze burgemeester voor de opening. U ziet, dames en heren, de eerste kanon die wordt aan de burgemeester aangeboden. De paarsjes die komen dan brengen op een mooi kussen. Simon en Anneke Leijnen.
De foto's zijn gemaakt, dus ja, jullie mogen hem afgeven. En ik wil Frits David vragen even naar voren te komen. Ik ben gewoon mezelf, Frits. Ben het echt? Ja, maar Frits David is de auteur van de kanon. En ik heb Frits David gevraagd om de kanon, de eerste kanon die we uitreiken aan de burgemeester, om die te signeren. Dus als jij dat eerst wilt doen, dan kunnen we overhandigen. En dan zijn we helemaal blij. Ben ik even bezig, want ik heb een mooie spreuk gedaan. Ja. Met David op kinderniveau, dat zie je niet vaak. Oh, ik ga voor deze ga ik zo doen. Je was nog niet klaar met schrijven. Hoi, je blijft schrijven hoor. Ook al is het heel erg. Hele mooie ogen. Hiermee is de kamer helemaal klaar. Ik heb voor de burgemeester een opdracht gegeven. Ja, vroeger schreeuwde hij gewoon over het Marktplein heen, hoor. Dat stond iedereen er. Dan stond je op een ton. Daar had je voor moeten zorgen. Vooruit dan maar. Dan zomaar. Ik heb als opdracht geschreven. Historia artis politicae magistra. De geschiedenis is de leermeesteres van de politiek. Blijven jullie hier staan? Komt er een plaats bestaan? Dat is leuk. Dus zo mooi uit die bloedserieuze kopjes. Ja. Goed, dames en heren, ik ben zeer verheugd met de prachtige kanon. Ik heb u vanmorgen even door mogen bladeren. En ik denk dat de mensen die hier hard aan gewerkt hebben, Frits David is een van de mensen, maar ook de anderen die het materiaal verzameld hebben, dat u ongelooflijk trots mogen zijn op deze prachtige kanon. Het is toch ook uniek. 20 jaar historische vereniging Bergen en nu al een eigen kanon. Er zijn partijen in het land die doen er heel lang over om zo'n kanon te krijgen. En hier is die gewoon al. Na 20 jaar ligt die er al. Ik wil de historische vereniging Bergen van harte feliciteren met jullie 20 jaar bestaan. Toen jullie begonnen, ongeveer 300 leden, nu de laatste stand, tenminste dat was tot gisteren zeg maar, zo rond de 1500 leden. En ik snap heel goed niet wat je zegt, er kunnen nog minstens honderden mensen kunnen erbij. Terecht, dat verdient deze historische vereniging ook. Dus als u hier staat en mocht u nog niet lid zijn, nou laat ik het zo zeggen, wij sluiten de poorten, u kunt het terrein niet verlaten voordat u lid bent. Laat ik dat met u afspreken, de historische vereniging verdient het ook. Zo'n 100 vrijwilligers die heel veel tijd en energie steken om ons belangstellende leden van de historische vereniging te voorzien van prachtige informatie. Niet alleen deze kanon, maar ook een paar keer per jaar prachtige excursies die worden aangeboden. Die stromen altijd heel snel vol. Je moet echt heel snel bij zijn, wil je nog mee kunnen gaan met een excursie. Daarnaast wordt de chroniek uitgebracht, themanummers worden uitgebracht. Ik ben er buitengewoon trots op als burgemeester dat wij hier in ons mooie Bergen zo'n fantastische historische vereniging hebben die zo goed werd gezet. Er staan hier natuurlijk wel wat leden, maar er staan, of tenminste mensen die actief zijn als vrijwilliger. Maar er zijn ook mensen die nog niet lid zijn van de historische vereniging. Nogmaals, u doet hen een heel groot plezier. Niet alleen vandaag zelf lid te worden, maar neem uw hele familie mee, zou ik zo zeggen. Ik wil de historische vereniging een fantastische dag daarmee feliciteren, een fantastische dag wensen. Na alle regen van gisteren
is al het water uit de lucht verdwenen. Dus het wordt gewoon een droge dag. En gelukkig is het niet al te warm, omdat ik zie hoe iedereen hier zo mooi aangekleed is. Ik weet niet hoe zwaar dit pak weegt dat ik nu aan heb, maar ik ben blij dat het niet zo warm is. Nogmaals, een hele fijne dag toegewenst. Er is van alles te beleven hier op de Ruïnekerk, dus geniet ervan. En nogmaals, alle mensen van de Historische Vereniging, heel erg bedankt dat jullie dit vandaag voor ons allemaal organiseren. Dank jullie wel. Speciaal voor jou uitgezocht. Goed, dames en heren, bedankt voor jullie belangstelling tot op dit moment. We gaan aan de slag. Ik zou zeggen, in of rondom de kerk, geniet ervan. En we spreken elkaar vandaag zeker nog wel. Maar vooral genieten, dan komt het best goed. Bedankt en tot 12 uur, want dan hebben we de prijsuitreiking. Een vlucht boven bergen of een dinerbon voor twee. Maar die prijsuitreiking wordt apart aangekondigd. Elk evenement wat aandacht vraagt, daar wordt trompetgeschal vooraf aangegeven. Dus u krijgt attentiesignalen. Bedankt en geniet ervan. Deze, kijk deze. Ja.
Ja, prachtig ook. Ah, dit is toch leuk. Kijk, Lau. Al wat schattig. Maar ik ben nou hier even aan het kijken. Wij hebben foto's geplaatst in onder andere de Duitssteek. Zal ik laten. We hebben de goede, de winnaars, de mensen die alle foto's goed hebben beoordeeld, die hebben we hier in het doosje zitten. Stella zal direct stuk voor stuk de winnaars trekken. De prijs bestaat uit een rol van halve werken. Nou, ik hoop dat dat geregeld dat is een mooi weer. En de andere prijs is het diner voor twee. Dus ik zou zeggen, Stella, maak open. Of laat eerst even de foto zien van de prijzen. Ja. Van alle twee. Dit is dus als je hoogtevrees hebt en je wil niet vliegen.
dan kun je deze prijs winnen. Die neem ik voor twee. Ja. Anders. Ja. Een rol van de Bovenberg. Nou, dat is toch aardig. We gaan over tot het bekendmaken van de gelukkige. Welke doen we eerst? De rondvlucht of die neven 2? Mensen mogen zelf kiezen. Mensen mogen zelf kiezen. Nou, noem dan maar namen. Alsjeblieft, dat is Jos van de Kamer. Van de Kamer. Die is er niet. Jawel, hij is aanwezig. Ik denk dat hij binnen is. Ik zal Ja, want hij moet een keuze maken. Hij is Joop. Joop van de Kamer. Ja, hij staat er. Ja. Hey, José. Joop van de Kamer. Kijk, daar is Joop van de Kamer. Joop, welkom. En aan jou de keuze. We hebben voor u vlucht door de weer. Of een 9 voor 2. Nou, jullie hebben ons gelegenheid zeker nadenken. Ja. Nou, prima. Gefeliciteerd. Dankjewel. Gefeliciteerd en smakelijk, hè? Nou, dank u wel. Oké. Volgende. Ik zal niet voor het beeld gaan staan, dus ik kijk wel overheen. Leontien van Emmering. Yes! Leontien van Emmering. Oh, daar staat ik voor. Ja, en dat vind ik heel erg leuk. Oké, dames en heren, rondvlucht boven Bergen. Ja? Jij overhandigd, hè? En daar niet zelf, maar is dat zo? Nee, nee, nee. Dan hebben we nog eentje. Dan hebben we er nog één. José! Nou, dat is niet zo. Nee, dat is echt objectief gedaan. Maar jij hebt vandaag een gelukt dan. Ja, ik heb dus een gelukt. Want jij bent al als vuist van het kerkje in Bergen aan Zee hartstikke blij met de achterkant van de kamer. Zeker. Ja, met een mooie ruim op de achterkant. En dan ga je ook nog in de prijs naar zien. Ja, ik vind het wel. Ja, maar dan. Is het. Of een diner van 2 of een rondje. Ja, dat is een luxe probleem, hè? Ja. Ook voor de rolvlucht. Nou. Hartelijk gefeliciteerd. Nou, dames en heren, de prijzen zijn uitgedeeld. Ja, voor Marjan. Ja, dat is een vriendin en dat is al duidelijk. Ik ken het allemaal. Dankjewel hoor. Leuk. Maar we hebben fijne partijen. Nee hoor.
Ja hoor. Uitkering hadden ze nog. Ik heb een AOW hoor. Nou, succes. Nou, moest even kijken hoor. Nee, lekker. Nico. Ja, hartelijk dank. Nou, u heeft het inmiddels al begrepen. Dus op mijn teken komt het verkant in beeld lopen. Staat even, kijk naar de camera. Eigenlijk eruit gelopen, ook weer rustig dezelfde kant uit. Nou, mooi. Begin van je carrière. Ja hoor, begin van de carrière. Komt-ie. Loop je maar. Eind. Ik mag er weer uitlopen. Zo simpel kan het leven zijn. Kijk. Was dat de deur lekker? Ja, dat is wij zijn zowat aan het einde gekomen van een gigantisch mooie dag. Als voorzitter van de historische vereniging ben ik bijzonder trots op het feit dat wij nu al kunnen zeggen dat deze dag in onze ogen geslaagd is. Ondanks het slechte weer. Maar ja, daar kunnen we niks aan doen. We hebben een heleboel geregeld. Maar het laatste, de finishing touch, die konden we niet genoeg in de vingers krijgen. Maar we hebben toch heel veel bezoekers gehad. Het leek op een gegeven moment wel een soort reunie. Veel leden hebben hun kamer opgehaald. Daar zijn we ook blij mee, want als we die allemaal na moeten sturen met de post, dan kost dat een heleboel geld en dat zou een beetje zonde zijn. U kunt, als u nog geen lid bent van de historische vereniging, u tot 1 september nog aanmelden als lid. Dat kost u €16 per jaar. U krijgt daarvoor 2 keer de kronie. En in ieder geval ook de Canon. En de Canon heeft een winkelwaarde van 1995. Dus de snelle rekenaars onderwijs die zeggen van, joeps, dat doe ik. Ik word lid, want dat is snel gekocht. En dat zouden wij heel erg fijn vinden. Ja. Dan nu mag ik u zeggen dat wij nog een spetterend optreden krijgen van Bergens Harmonie. Ze kijken wat nu verhouding zo van. Ik bouw de spanning wat op, want dan krijgen we in ieder geval, ja, ik moet er tussendoor zeggen dat ze eigenlijk buiten hadden willen spelen, maar de instrumenten laten niet toe dat het allemaal nat regent. Dus we hebben wat geïmproviseerd. We zijn in de Wiedekerk, u weet, de akoestiek hier is prima. En zeggen van, barst los, ik geef eerst de dirigent nog even het woord, die zal even uitleggen welke muziek zij gaan spelen. Alsjeblieft. Goedemiddag, hier voor u zit Bergens Harmonie en we gaan beginnen met een langzame mars, een slow march van Jan van der Roost en de titel is Orion. Dankjewel, succes. Dankjewel. Thank you.
Ik weet dat mijn hoofd niet zijn.